Ik zeg niet we zijn favoriet en dat soort dingen, maar ik zeg wel dat we... Hebben de spelers je vanochtend al verwend? Kalientje Hartman was vanochtend niet bij. Wat is ja. met hem? Nou, die is met wat klachten vanuit de wedstrijd van Heerenveen Feyenoord gekomen. En dat is eigenlijk dinsdag op de training verergerd. Niet dusdanig dat hij terug naar de club is. Dus we hebben nog steeds goede hoop dat hij wel voor de tweede wedstrijd beschikbaar is, maar morgen niet. Sven Botman is geblesseerd geraakt. Dat gebeurde in de wedstrijd tegen jullie. Daar was jij volgens mij niet bij. Maar heb jij eigenlijk nog contact met hem gehad ook of niet? Ik heb een vanochtend volgens mij een berichtje gestuurd, ja. En ja, is natuurlijk niet best. Niet top voor hem. We kennen hem wel goed, spreken wel vaak. Dus ja, het is wel... Zonde voor hem en ja, hopelijk heeft hij een goed herstel. Wie gaat de keeper morgen? Vlekken. En dan de volgende Interland Verbrugge? Ja. Je bent bekend met een hele succesvolle ploeg spelen. Wat denk je als je dat even kantelt naar Oranje? Wat heeft deze ploeg nou nog nodig? Waar moet nou nog het meest aan gewerkt worden deze weken? Ik denk de laatste jaren hebben we vooral gezegd... We hebben een goede groep, we hebben een leuke groep. Wat ook zo is. Maar ik denk dat het wel nu... Tijd is. We hebben heel veel jongens die spelen bij de top, die vechten voor prijzen, die altijd meedoen voor prijzen. En ik denk wel dat we van elkaar nu mogen eisen van oké, we willen, ik zeg niet we zijn favoriet en dat soort dingen, maar ik zeg wel dat we dat geloof moeten hebben dat we kunnen vechten voor iets. Ik bedoel, Vlek heeft natuurlijk gekiept tegen Ierland uit. Dat was niet zijn beste Interland. Tegen Griekenland was hij geweldig. Ja, die Interland daarvoor tegen Griekenland was hij geweldig. Ja, wat hoopt hij van hem te zien? Want tegen Ierland was hij natuurlijk vrij onzeker aan de bal. Is dat... Nou, vrij onzeker. Had een heel slecht moment. Ja. Terwijl hij eigenlijk heel goed aan de bal is. Op zich is Mark gewoon, en dat is Bart Verbrugge ook, gewoon eigenlijk een geweldige opbouwers in hun eerste fase van aanvallen. En ik denk dat we dat van elkaar mogen eisen en dat... Maar dat ook nodig hebben dat we dat tegen elkaar kunnen zeggen. Dat we dat van elkaar kunnen accepteren. En dat laten zien op het veld uiteindelijk. Hebben de spelers je vanochtend al verwend? Ja, we hebben gezongen. Nou, als je voetballers zover krijgt dat ze zingen, dat is heel wat, hè? En een leuke cadeau, dus... Wat? Mooi pet. Pet? Ja. Ik denk dat ze dachten van, inmiddels heeft hij wel de leeftijd om een pet te dragen. Maar... Nee, maar ze weten dat ik wel van daarvan hou. Ja, mooiste cadeau komt nog. 14 juli. Ja, nou ja, als ik een cadeau mag uitzoeken, dan zou dat het zijn, dat is duidelijk. Ja.